We hebben een open dag op onze zorgboerderij, de Nolberoeven, van 10 tot 4. En tijdens de open dag wordt onze nieuwe biologische winkel geopend. De biologische boerderijwinkel. Aankomende zaterdag houdt zorgboerderij de Nolberoeven open huis met hun nieuwe boerderijwinkel. Nu hadden ze al een winkeltje, maar die voldeed niet meer. Nee, we hadden al 10 jaar een oude zeecontainer. Die heel klein en krap en benauwd en tochtig was, vooral in de winter ook. En we hadden gewoon heel veel producten. We begonnen met kaasverkoop. Er kwam een beetje groente bij, een beetje vlees, maar uiteindelijk peilden we eruit. En nu hebben de begeleiders van de Nolberoeven samen met de deelnemers binnen een paar maanden een gloednieuwe winkel gebouwd. En dat winkeltje is niet alleen om boerderijproducten te verkopen. Nou, het is vooral heel belangrijk dat zij zien waar hun zelfgemaakte producten naartoe gaan. Dus dat het echt de weg naar de klant vindt. Het is een goed gevoel voor eigenwaarde. Echt heel belangrijk dat zij een goede plek in de maatschappij hebben. Ja. En op deze manier lukt dat. Het winkeltje is bij de deelnemers in ieder geval in trek. Ja, zeker. Het is elke ochtend eigenlijk een geroep en geschreeuw van mag ik in de winkel, mag ik in de winkel. Dus tot nu toe staan ze in de rij om te helpen. Hanna heeft er vertrouwen in dat het winkeltje goed in de smaak zal vallen. Zeker, ik weet wel zeker. We hebben een grote klantenkring en ik denk dat het alleen maar beter kan worden.